Maar eigenlijk is de aftrap al een beetje met het shownieuws. Dat doen we dan met Bart Ettenkoven. En die zit dan helemaal voor ons klaar via de Skype. We zien hem ook wel eens bij shownieuws op 6. Vorige week zat hij hier nog live in de studio. Maar toen wist hij dat jij er niet was, Arnoud. Dus nu hebben we hem weer op de Skype. Bart Ettenkoven, goedemiddag. 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 Hallo. Ja, ik hoorde je nog niet. Oh, oké. Bart, het shownieuws. Ik denk dat we het gaan hebben over... Jawel. Nou? Gisteravond. Het was zo'n leuke avond. Ja, je hebt geen ring. Ik heb geen ring. Nee. Hij is me weer ontglipt. Maar wel leuk ook wel. Nou ja. Gisteravond. Was je er wel bij? Nee, ik deed gisteravond shownieuws. Dus ik was in de studio en heb met open mond voor een keer naar de uitzending gekeken op televisie. Want dat heb ik natuurlijk al jaren gedaan, omdat je daar zelf aan het rondrennen bent. Mm-hmm. Ja. Dus ik heb eens gekeken hoe dat nou op de bank voelt als je naar de tv zit te kijken. En nou, dat was ook wel weer eens een keer prettig. Na 15 jaar achter sterren aanrennen en in dat smoking trap op, trap af en iedereen kwijt zijn. Want het is altijd een enorme hectiek. Iedereen is daar natuurlijk. Ja. Hoewel dat gisteren wel een beetje meeviel, of eigenlijk tegenviel. Want alle E-listers, zoals we dat noemen, die waren er eigenlijk gewoon niet. Wendy van Dijk was er niet. Linda de Mol was er niet. Chantal Jansen was er niet. Eva Jinek was er niet. Het was eigenlijk het gala van de afwezigen. Ja, hoe zou dat komen, denk je? Is toch een beetje dat die grandeur van het gala af? Ik bedoel, als je dan ziet dat zo'n gala geopend wordt door een presentatieduo Fred van Leer en Britt Dekker, dan vraag ik me ook überhaupt af of je kijkers serieus neemt. Nou, de grandeur is er natuurlijk. Nou, we hadden precies hetzelfde. Net op de redactie zeiden we, Linda de Mol, zal die er zin in hebben dat zij wordt ontvangen daar door zo'n Britt Dekker met zo'n schreeuwstem. En die dan eventjes gaat vertellen dat ze wel of geen leuke jurk aan heeft. Weet je, dat is toch wel een beetje. Het mist in dat opzicht wel een beetje de grandeur. Daar moeten toch gewoon wel andere mensen van een ander kaliber staan, vind ik. Maar ik roep ook al jaren dat ik vind dat eigenlijk een gala als dit niet door Jan Smit gepresenteerd is. Dat vind ik ook. Hoewel ik. Maar het zorgelijke is natuurlijk wel dat types zoals Britt ook vaak nog genomineerd worden voor een Talent Award, hè? Ja, volgens mij was ze dat vorig jaar. Een paar jaar geleden of vorig jaar was ze dat, ja. Dus, ja. Dus dat talent, waar zit hem dat dan in? Want wij missen dat denk ik met z'n drieën wel. Hè? Een schreeuwstem, eigenlijk niet kunnen presenteren, met zinnetjes gaan, we gaan terug naar jou. Dat zijn allemaal dingen die deed in de jaren 60. Maar dat kan echt niet meer. Ja. Nee, ja, ik bedoel, het meisje moet gewoon lekker weer op een paard gaan zitten. Daar is ze hartstikke goed in en dat vinden we ook hartstikke leuk. Maar ja, je wil haar, nou ja, of een leuke kinderprogramma of ZEP-televisie, maar primetime, het gala van het jaar, daar hoort Britt Dekker gewoon niet thuis. Punt. Ja, maar ik bedoel, het zijn waarschijnlijk dan toch invloeden, netwerken, waardoor deze mensen op deze plekken uitkomen. Ja, nou ja, ik verbaas me al wel meerdere jaren over bepaalde keuzes die er worden gemaakt door Afro Tros. Ik bedoel, het was natuurlijk ook wel bijvoorbeeld even het jaar van Glennis Grace. Had haar dan de show laten openen met een nummer? Er stond nu een onbekende zangeres. We zaten met z'n drie op de bank. En het was zoiets van, wie is die vrouw? Weet je wel? Haar naam werd heel kort genoemd, maar ik heb het niet verstaan eigenlijk. Nee. Wie het nou is. Ik weet nog steeds niet wie het is. Ik vond het wel goede opening. Wel goed trouwens, ja. Geen idee en waarschijnlijk horen we er ook nooit meer wat van. Nee. Ja, en ook het feit dat er dan twee prijzen worden uitgereikt door en Maarten van der Weijden en Rico Verhoeven. Ik weet ook niet of dat nou de aangewezen personen zijn om... kijk, één sportpersoon vind ik nog wel leuk, maar deze twee... Het is meer voor de sportman of vrouw verkiezing van het jaar. Hè? Verwacht je die mensen op het podium? Niet zozeer bij een televisiegala. Ja. Nou, dus ik denk dat er mensen daar zijn die keuzes maken die... In ieder geval wij niet begrijpen. En ze zullen er zelf vast een hele goede reden voor hebben. Maar wij als televisie en radiomakers en mediamensen zitten ieder jaar weer vol verbazing te kijken naar wie daar allemaal zijn. En ook dus dit jaar naar wie daar allemaal niet zijn. En terecht bijvoorbeeld een Kai Gorgels. Terecht? Als talent? Ja, vind ik wel een verrassende nieuwe presentator. In ieder geval een hele eigen manier. Ja. Ja, oké. Okay. Dan hebben wij natuurlijk Chantal Jansen voor de zoveelste keren. Dat is dus dan... Kijk, het is natuurlijk wel zo dat Chantal Jansen is dan dus de beste presentatrice die wij al jaren op rij hebben, hè, in Nederland. Als je het zo bekijkt. Ja, ben ik het niet mee eens. Ik ben dol op Chantal, maar de prijs had echt naar Eva Jinek moeten gaan.
Ja, absoluut. Vind ik ook. Als je het hebt over diepere journalistiek en een programma leiden en een programma ook durven te sturen zoals het hoort. Ik denk, Eva Jinek was misschien meer de aangewezen persoon geweest om naar RTL te halen dan Twan Huis. Nou, wat even over Twan Huis nog. Oeh, gisteren, wat zeg je? Dat is geprobeerd, alleen Eva wilde niet naar RTL. Maar dat was eigenlijk de eerste keuze van RTL. Oh. Ja, snap ik ook wel helemaal natuurlijk ook. Ja. Maar goed, televisiegala hebben we achter de rug. Ja. Ander shownieuws, is dat er nog? Ik ben het daarmee eens, jongens. Want eigenlijk, bedoel, hoe zeer we het Bo ook gunnen, maar 5 Days Inside was niet het programma van het jaar. Dat was echt de luizenmoeder. Nou, we hebben het al over gehad inderdaad. Wij hebben ook gezegd van, nou goed, ik denk dat hij meer stemmen gisteravond heeft gekregen dan hij ooit aan kijkers heeft gehad met dat programma. Dus ik denk dat hij dat echt gisteravond aan zijn optreden te danken heeft. Want hij was natuurlijk een beetje de underdog. En mensen, ja. Je weet hoe dat gaat in Nederland. Mensen vinden dat dan sneu, dan gaan ze expres om stemmen. Dan denken ze, ach, die luizenmoeder, dat is een gelopen race. Die zal die stemmen wel binnenhalen. Ik denk dat het toch wel gegaan is. Door het filmpje wat er natuurlijk werd ingestart. Dat hij zo hard moest huilen. Ja. En dat hij een paar keer dat ook heeft gezegd. Van, ik heb daar iemand gezien waarvan ik wist, ik ga nu weg en ik zie hem dus niet meer. Ja, dat... Nou ja, ik hoop en ik denk niet dat hij op het vals sentiment heeft gespeeld. Nee. De prijs voor slechtste speech ging trouwens naar Ilse Warringa. Ja, daar had wel wat meer humor in gemogen, hè, hoorde ik jou ook twitteren. Het was wel een lijst met mensen die ze bedankten. Het was een papiertje met tot en met de catering werd bedankt. En de visagisten. Ja. En ik, ja, die vrouw die gaat nu uitpakken. Hè, want ze heeft de meest grappige comedy geschreven. Hè, want zij is een van de medeschrijvers van de Luizenmoeder. Nou, die dan weet je wel wat humor is. En dan heb je wel een beetje een scherpe pen. Ja. En het was een lijstje met haar broers en haar zus en alle mensen waar ze mee heeft gewerkt het afgelopen jaar. Die gaat sowieso beginnen met... Hallo allemaal, nou, dat dacht ik ook. Wat fijn dat je er bent. Ja, gemiste kans. Daarentegen, ja. Ik vond de speech, de opening met Patty Bart. Ik vond het wel fenomenaal. Ja, toch? Fenomenaal. Ja, echt heel geestig. Ik heb echt er hartelijk om moeten lachen. Ja. Lekker de zelfspot zoals we Patty kennen. En ook hartstikke waar natuurlijk. Want je moet vooral maar opdraven als je erover na gaat denken. Hoorde je die sneer naar Patricia Pai? Ja, dat gezeik. Dat gezeik, ja, al dat gezeik ook. Ja, ik vond het wel goed. Het liep op een gegeven moment niet helemaal goed meer met het beeld. Maar het klopte allemaal wel heel erg goed. Ja. Ik vond het leuk. Ik vertrapte mezelf erop dat ik voor het eerst sinds jaren weer naar de Nederlandse televisie heb zitten kijken met een glimlach. Maar even serieus, ik vond het wel een lange zit. Want voor de rest is er ook geen... Nee, je zal er binnen zitten. Die show. Oké. Toch? In zo'n zaal komt er geen einde aan. Vreselijk. Oh, nee. Ja. En je zit opgesloten als klapvee. Ja. Goed. Bart. Applaus voor Bart. Dankjewel. Toppoezen waren erg lekker. Tot volgende. Ja, bedankt voor de toppoezen. Ze waren heerlijk. Dankjewel. Nou.